Nou, de oefening met effect uit het boekje. Deze bal ligt op middenakiet. De gele bal die gaat naar de overkant van rechts. Dan, doordat je rechts effect geeft, gaat hij daar rechts af naar de rode bal. En we gaan het ook spiegelen, gaat hij links af naar de witte bal. En hoop dat dat in één keer goed gaat natuurlijk. Want je lullen had het niet over gaat. Goed, goed gaan staan. 2, 3. Nou, ruim. Genoeg. Op links. 3, 3, 3. Dat voelde ik al niet helemaal goed. Je voelt dat soms gewoon aankomen. Nu weet ik dat. Nou, dit kan je oefenen. Je kunt je oefenen en dan rechtdoor. Iets minder effect en dan gaat hij naar de hoek toe, naar rechts of naar de hoek naar links. Minder effect en dan komt hij hier. Het is niet zo moeilijk hoor. Nou, goed genoeg. En goed natuurlijk, naar links. 1, 2, 3. Zie, dat is hard genoeg ook. Maar kan je de oefening verzwaren? Je kan hier neerleggen. Zie. En naar links. Te scherp. Die voelde ik ook al te scherp wegzitten. Oh, opnieuw doen. Die gaat de hoek in. Ja. Zullen we zeggen dat die goed is voor de film? Dan schuiven we eentje op. Dezelfde oefening. Dus naar rechts. En dan naar links. En naar links is toch iets moeilijker schijnbaar. Dan naar rechts. Net boven de hardlijn naar links. Dat is veel te hard. Veel te hard. Boven de hardlijn. Linksaf. Naast je goed. Veel meer beheers. Nou, schuiven er eentje op. En daarmee zijn we ook begonnen. Hopla. En naar links. Je voelt gewoon dat het goed is. Je voelt het gewoon. En dat ontwikkeling. Ontwikkel je gevoel voor. Eentje verder. Voor de meer gevorderde, die ik toch niet ben. Nou, nog meer rechtseffect boven de middellijn. Ja.
and legs over the midline. Nou, kijken we nog maar eentje verder kijken. Wat mogelijk is. Nou. Kijk. Omdat je veel rechts effect moet geven, heb je kans op een gets. Kans op een kets. Kans op een kets. Recht door. Rechts effect. Ik doe iets boven de binnenlijn. Ja, die is goed. Die is goed. Dank u wel.